Een hele goedemorgen. Dit is het tweede filmpje. Dat eerste filmpje was een heel groot succes. Er waren heel veel leerlingen die het hebben gezien. Ook niet leerlingen overigens, maar er waren heel wat leerlingen die zeiden, ja, het is een beetje een saai filmpje en waarom filmt u niet een keer uw eigen leven? Dus vandaar dat deze tweede vlog gaat over mijn eigen leven. Ik zal jullie daarin meenemen door mijn stad, Amsterdam. Nou, en zoals je kan zien, ik kom net uit bed dus. Ik ben een beetje nog vies en zo, dus ik ga even douchen. Ik ga ook natuurlijk deze smerige baard eraf scheren. En dan zal ik er waarschijnlijk een stukje jonger uitzien. Dus de baard gaat er nu af. In 3, 2, 1. En de baard is eraf. Lekker glad, zoals je kan zien. En lekker gedoucht. Ik heb nu een petje opgedaan. Op school kan ik natuurlijk geen pet dragen. Dat is logisch. Dus vandaar dat ik dat in het weekend doe. Maar voordat ik met jullie de stad in ga, ga ik eerst even een lekker ontbijt eten. Als ik ontbijt, dan eet ik door de week eigenlijk altijd yoghurt en muesli en dan overdag een beetje broodjes. Maar in het weekend wil je jezelf wat een beetje verwennen. Dus ik ga nou een lekker power ontbijt eten. Dus normaal gesproken spek en ei. Ik ga lekker niet mannelijk zalm eten. Ik ga een salade maken met zalm, verse zalm. Lekker. En rucola melange. Dat is een beetje een luxere vorm van sla. Een soort kaas, grana padano. Dan krijg je een beetje smaak aan het geheel. En voor de bite de zongedroogde tomaten. En voor de gezond nog extra rode ei. Ik zal daar even laten zien hoe dat er uiteindelijk uitziet. En het is echt super lekker. Nu was ik bezig met het maken van de salade. En toen dacht ik ineens, oh nee! Ik ben helemaal vergeten te vertellen dat er nog ingrediënten moet. En dat ingrediënt, dat is natuurlijk pijnboompitten. Dat is echt zo lekker door de salade. Dus wat ik dan altijd doe, is ik pak die pijnboompitjes. En die gooi ik natuurlijk gewoon in een pan, zodat die... hoe gaat die open dan? Ah, hier is die open. Die gooi je dan in de pan, die doe je even een beetje roosteren. En, maar wat eigenlijk iedereen altijd doet... is iedereen maakt die gewoon, zeg maar, roostert die op, in een droge pan. Maar ik gooi er altijd boter bij en zegt iedereen, nee, dat moet je niet doen. Maar ik doe dat altijd wel, want dan worden ze iets egaler bruin en dan zijn ze gewoon lekkerder. Dus die komen er dadelijk natuurlijk ook nog in. Zo, en die pijnboompitjes die gaan goed nu. Oh. En ruik je hoe lekker ze... Ah, jullie kunnen natuurlijk helemaal niet ruiken. Maar... oh, dit wordt zo lekker. Nou, gaan ze nu zijn ze wel een beetje klaar. Ga ik ze eventjes hier door salade gooien. Ja, dat is een beetje de zalm die je nu hoort. En als we dat hebben, dan gooien we er ook nog een beetje van die kaas overheen. Lekker veel. Oh, wacht. De zak moet natuurlijk een beetje verder open. Zo, lekker veel. Nou, en dat door elkaar mixen. En het is echt een super lekkere salade. Nou, ik heb net lekker ontbeten. Het was super lekker. Wat ik nou vervolgens ga doen is... ik ga de stad in om jullie even wat van de stad te laten zien. Maar ik ga er natuurlijk ook wel met een doel naartoe. En het doel, dat is werken voor de universiteit. Als ik ga werken voor de universiteit, dan heb ik altijd spullen nodig. En een van die dingen is een digitaal middel, een computer of iets dergelijks. En voor veel mensen zijn laptops zijn, ja, vrij prijzig. En vooral als je van Apple een Mac wil kopen, een MacBook of zo, dan, ja, daar hebben gewoon de meeste mensen geen geld voor. Nou, ik heb alles van Apple. Ik heb een iPhone, ik heb een iPad en ik heb een Mac, alleen dan een vaste Mac. En zo'n MacBook, die is voor mij gewoon veel te duur. Dus ik heb een alternatief, wat ik altijd doe, en dat werkt altijd supergoed. Is ik pak mijn iPad en daar sluit ik mijn toetsenbord op aan die ik gebruik voor mijn vaste Mac, voor mijn vaste computer. Hier zie je die. Dit is dat toetsenbord. En met Bluetooth verbind ik die dan altijd aan deze iPad. En wat ik dan doe, is ik zet dan altijd gewoon die iPad zo neer. Maak een verbinding met het toetsenbordje. En dan kan ik gewoon altijd werken. Veel goedkoper en het is ook nog eens lekker klein. Dus het past ook allemaal veel makkelijker in de tas eigenlijk dan een normale Mac.
Zo, in de eerste locatie waar ik naartoe ga, dat is wat het Rijksmuseum heeft gedaan. Het Rijksmuseum heeft een paar graffiti-artiesten ingehuurd om, of graffiti-artiesten, ingehuurd om een paar schilderijen uit het Rijksmuseum na te maken. Die kun je hier op straat gewoon tegenkomen. De eerste waar ik nu naartoe ga fietsen is in de Warmoestraat. De staalmeesters, en die krijgen jullie zo meteen te zien. Nou, het eerste waar wij terecht zijn gekomen is het schilderij, de staalmeesters. En zal ik even aan jullie laten zien. Dit is het schilderij. En het schilderij dat is gemaakt door Rembrandt Verijn, maar dat kun je hier ook gewoon op straat ontdekken. Het zit in de Warmoestraat. En het schilderij is oorspronkelijk gemaakt in 1667. En het lijkt hier net alsof dat je als kijker naar binnen bent gelopen en dat ze opkijken naar je. Ja, en de staalmeester is eigenlijk een verkeerde benaming voor. Want wat was er nou aan de hand? Ze hadden dan dat, zie je dat doek daar? Nou, dat doek, dat moest gecontroleerd worden. En dat deden ze met stalen buizen. En dit waren de meesters die de doeken moesten controleren. Nou, dat deden ze dus met de stalen buis. Dus vandaar de staalmeesters. Zo, we hebben net de staalmeesters gezien. En dan vraag je natuurlijk eigenlijk af waarom ik dat heb laten zien. Nou, het zit zo, heel vaak vragen mensen aan mij waarom ik eigenlijk geschiedenis heb gestudeerd of waarom ik geschiedenisleraar ben. Of waarom ik überhaupt geschiedenis leuk vind. En als je zeg maar erover nadenkt, je hebt heel vaak dat je naar de Efteling gaat of Disneyland. En dan zijn er mensen van wow, dat is echt super mooi. En zo zie ik een beetje een stad. Als je in een mooie oude stad komt, dan kijk ik rond, zie ik allemaal mooie oude dingen. En dan denk ik echt, oh, dat is uit die tijd of uit die tijd. En zo ook met die staalmeesters. Want het Rijksmuseum die heeft dus die schilderijen laten maken door mensen met graffitibussen. En dat vond ik wel bijzonder, dus dat wil ik even laten zien. De eerste volgende locatie waar ik nou naartoe ga, is dus om te gaan werken. Dus ga naar een relaxed cafeetje toe en dan laat ik jullie zien waar ik zo werk. Nou, een van de plekken waar ik vaker naartoe ga is de stadskantine. Daar kun je lekker werken. Het is een beetje net als een kantine, maar dan iets hipper. Dat is hem. Daar ga ik nou vandaag werken. En stokjes ga ik, als ik daar klaar ben, ga ik nog door naar Utrecht. Zo, ik heb lekker gewerkt in de stadskantine. Trouwens, als je afvraagt waarom ik nou een shirt aan heb en niet meer een trui, dat komt omdat het echt extreem warm is. Echt super warm. Dus helemaal totaal in vergist. Dus die zit nou lekker in mijn tas. Maar in ieder geval, ik loop nu naar huis toe weer. Ga ik me even weer in orde maken, even spullen dumpen. Spullen pakken voor het weekend. Want zoals ik al zei, ik ga op bezoek bij mijn vriendinnetje. Ik ga lekker met een paar vrienden feesten vanavond. Ik ben klaar met inpakken. Ik ga zo meteen met de trein naar Utrecht toe. En dit is dan ook het einde van het filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten wat je ervan vond. Dat kun je hieronder plaatsen in de reacties. Wat ik natuurlijk ook leuk zou vinden is als je het filmpje liked, dan krijg ik meer bezoekers. En ik zie je graag in de volgende vlog. Doei!